Deze video gaat over het gebruik van Inspect om producten na te meten op de machine en hier een meetrapport van te genereren. In eerste instantie zullen we op de producten de Inspect features moeten aanmaken. We selecteren de vlakken waar we een Inspect feature van willen hebben en een bepaald type feature wat we willen gebruiken. In dit geval de ronde gaten. En we willen de dikte of de buitenzijde van het materiaal controleren. In dit voorbeeld worden een aantal cycli gebruikt, maar het kunnen natuurlijk veel meer metingen zijn. We selecteren de taster en we klikken op de Inspect Cyclus. Inspect banen. Algemene instellingen kunnen opgeven wat betreft vrijloop, aanloop en instellingen. En daarna willen we de cycli selecteren. Dus we selecteren de features die we willen gaan bewerken. Controleren. We zien de banen staan. We openen de simulator. En in de flowchart zien we dat we nu een baan geprogrammeerd hebben. Hier maken we een C-code van. De machine gaat dit daadwerkelijk uitvoeren. En daar komt een journal file, of de meetresultaten komen eruit. Op een van de drie methodes, dus de TNC-Remo, de gateway of een directe bestandsoverdracht, willen we die meetresultaten weer terugkrijgen in Edgecam. Edgecam zal deze meetgegevens dan verwerken en een rapport kunnen genereren. Waarop we kunnen verifiëren of controleren of ons product voldoet aan de eisen die we er gaan stellen. Op deze manier kunnen we de meetresultaten gebruiken als controle voor onze producten.